De volgende sidequest wacht ons hier onder aan de heuvel waar wij al zijn. There are followers of Ares fanatics up ahead. Zie eens, ja. Ik summe mijn paard, maar dat is niet wat ik wilde doen. Followers of Ares fanatics. Dat zijn er maar drie. Blijven ongezien. Hier ligt iets, een tas. Who was he going to meet? I should find out. Dead man's letter. Deze man, deze ridder in het goud, was onderweg om iemand te ontmoeten. Laten we eens even gaan kijken wie hij van plan was om te gaan ontmoeten. Shepherd's Hut. It's complicated. Find and meet the dead man's contact. Ik ben benieuwd. Dit paard loopt gewoon door een cactus heen. Nergens last van. Hier, let op. Door een cactus. Wordt aangevallen door een wild zwijn. Dit zal de Shepherd's Hut zijn. Er staan ook soldaten. Icarus not available, omdat ik word aangevallen door een lynx. En daardoor, nu dus ook door die andere mensen. Oh mijn god. Double kill. Lekker. I need to talk to him. Find and meet the dead man's contact. Hij werd hier lastig gevallen door Griekse soldaten. What was that all about? The military suspects me of smuggling deserters from the war front. En? Okay, fine. They knew I was doing it. Mm-hmm. Ugh. Malaga's guards. They hit like bricks. Did you see a man on your way here? A skinny sort of idiot, wearing army colors. Find a body? I found a body near a cliff in the gulch. He had a note on him. No, 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 he can't be dead. We had the perfect plan to get him home to his wife. I promised her I wouldn't let him end up like the other deserters. You must be close to him to risk your life to help. Or he was paying you a lot. I did it for the girl. Girl? What girl? His wife? There's always a girl, isn't there? Sowieso. Look, he got drafted into the war. She wouldn't stop crying. And my specialty is making people disappear. In a different way than you do. So, I decided to help them get back together. Hmm. It's rare to find a man with a good heart these days. We've all got people we want to look out for. Need to look out for. Yes, we do. We need to get to Isabel, I mean the wife. If the guards come after me, she'll be in danger too. Please, go to her. I'll catch up when I can take her to safety. Okay. I'll make sure she's safe. We gaan hem helpen. Where will I find her? Follow the road to Kydonia. Her house will be on the left. Look for the green cloth on the doorpost. Quickly. Look for the green cloth on the doorpost. Hier is één kist om te looten. Kijk, location complete. Shepherd's Hut. Huppakee. A green cloth hangs on her doorpost. Wacht, kan ik niet vers treffen als het in Kydonia is? Ja, hier. Nog makkelijker. Nog makkelijker. Lekker vers treffen.
Daar houden we van. En dan gaan we die vrouw vertellen dat haar man niet meer leeft. En dat deze mercenary figuur haar voor zichzelf wil. Ik heb ook een bounty. Ik betaal hem even af. Call Icaro. Oké. Find and help Isabel. We hebben hier in Kidonia natuurlijk al wat opstandigheid neergesabeld. Wat heeft Isabel nodig? Er staat een soldaat voor de deur. Nee, dat zijn vijandige soldaten. Is dood. Ze is dood. Gelijk die bounty afbetalen voor het killen van deze drie soldaten. Hop. En dan dus even kijken, want we weren't supposed to kill her. It looks like she put up a good fight. Ja. Yeah. But not good enough. Nou, daar komt die andere dude. I saw the gods dead outside. Good job, Mysterios. They got to her before me. There was nothing I could do but avenge her. She trusted me, Mysterios. All I wanted was to make her smile. But every time I tried, all I brought her was pain. It's all I ever do. I shouldn't have told her about my stupid plan to reunite her with her husband. I did this to her, didn't I? No, you didn't. Nobody wanted things to end like this, least of all you. Everything seemed okay when she smiled, you know? I didn't care who she was smiling at. You did your best. No one's best is ever enough. No. No, it's not. Take this. Waar is de lessen? I was going to give it to her when I helped them escape Kithonia. To get them through tough times. They won't need it anymore, and it's too heavy for me to bear. Take it as payment for your troubles. And leave me, please. Oké. Nou, ga jij lekker zielig doen in het hutje. The Dagger of Messara. En weer een side question complete. Ship. Ik heb iets voor mijn schip gekregen. Wat dan? Oh, die nieuwe lieutenant. Ja, Pandaros. Nee, deze kunnen allemaal weg. Ik heb nu mijn familie. Die met mij meestrijdt. Dagger of Messara. Dat is minder goed dan wat ik heb. Een warsight gebruiken we niet. Een speer gebruiken we niet. De andere boog. Nee, minder goed dan wat ik heb. Een nieuwe hoed. Ook allemaal minder goed dan wat ik heb. Nieuwe broek is ook minder goed. Theseus is belt. Klinkt goed. Oké. Okay. It's complicated. Daarmee gaan wij door naar de volgende sidequestjes. En die bevinden zich allemaal hier in dit dorpje. Hier is ook een leader. Dit dorpje wordt de volgende quest waar we naartoe gaan. Zo zien we, we werken van links naar rechts. Langzaam de sidequestjes af. In de hoop dat we onderweg dus nog wat cultists tegenkomen. Zoals we net ook op het schip hadden onderweg. Graag tot de volgende keer.